kijk naar Joop van Kapen met de 2-7 rechts achterin. Ik ben benieuwd hoor, ik ben benieuwd of ze dan allemaal gaan redden door de eerste bocht in de chicane. Zie je wel? Ja! Probeer er maar gelijk te komen nu hè? Al die hebben die gist. En dan ben ik benieuwd wie als eerste hier over de startfinish gaat komen. Iets wat je niet had verwacht, denk ik. Maar toch wel reizig is. Met nummer 185 ligt hij aan de leiding. Johan Zonderbeck uit Stoppenburg. Ga nog eerst even stationeren gevolgd op Peter Laaks. Met 269. Ja, en nu zie je, het maakt echt wat even uit bij de specials waarop je staat, hè. Of je achterin staat, of voorin staat. En dat is juist zo mooi met drie marges. Dat je elke keer op een andere standaardvulling staat. En dan zie je dat ze niet veel langzamer zijn. Dat ze gewoon mee kunnen doen. En dan zie je, aan degene die nu voorop blijft, met nummer 185, Johan van den Berg, dat gaat maar eeuwen. Ja, van Peter Wijs met nummer 69 en nummer 72, Johan van Kalker uit Den Ham. Liggen 1, 2 en 3. Dat gaat een hele interessante finale worden, mensen. Een hele interessante finale. Ja, hij gaat het toch proberen. Ik denk ze zijn een beetje voorzichtig. Ze denken wel allemaal de finale houden. Maar Peter Vraags wil hier gewoon niet meer halen. Joop van Kaken, die nu gewoon een tweede plek heeft. En Peter denkt van nou, ik ga het toch proberen. Ja, ja, ja. Hij is toch, ja, door de binnenkant heen. Hij ligt toch weer tweede. Het is er toch weer gelukt. Dat is een leuk gevecht, mensen, op de tweede en derde plaats. Net te goed. Joop van Kaken en Peter Vraags. Ze zitten goed op druk hoor, gaat net goed hoor, hij kruist er weer achterlangs. Hij probeert weer op Peter Wijn, de druk toch gewoon weer in. Hé, hey, hij zit er toch weer naast. Hij gaat het toch weer proberen. En dat is mooi met zijn chicane, één keer heb je de voordeel van de binnenbocht, een keer heb je de buitenbocht. Dus ja, je moet goed kunnen sturen om daar binnen door te kunnen komen. Ah, oh, Peter, je houdt op de ruim. Je houdt op de ruim. Ja, je geeft hem ook de kans, hè. Je geeft hem ook de kans om er tussen te komen, hè. Nou zit hij weer naast je. Oh, leuk gevecht aan mensen, hoor. 2 en 3. Nogmaals, het is onzo belangrijk voor de finale, hè. Waar kom je te staan? Kom je voor je achterin te staan? Het is belangrijk. De laatste ronde gaat in. De laatste ronde begint te lopen van Jan van der Brecht. Dat gaat wel over. De nummer 85, dan op Peter Wijs, ook de laatste ronde begint ook. Eens kijken of Johan van Kaken nog vanuit zijn overhoek kan toveren. Of die er nog bij kan komen. Ja of nee, ik ben er al nieuwsgierig of hij wat gaat doen in de laatste ronde. Komt u maar. Laat maar zien. Hier is hij nou, 185, Johan van Kaken, gewoon jongen. En het schrijven op 2 en 3, ja, ze willen het toch heel laten. En je ziet dat ze het heel willen laten. Ah, daar is het toch. Dat is best wel spannend hoor. Af nummer 2 ga je naar Peter Wijs. Met nummer 69, heel veel talken.